Robin Haase heeft zich zaterdag voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de finale van het NK -tennis. de TK-tennis. De Hagenaar neemt het daarin op tegen Jasper Smit. De 30-jarige Haase bereikte de eindstrijd met enige moeite. Hij rekende in drie sets af met Boy Westenhof, 6-2, 4-6 en 6-2. Smit was in een lange partij net wat beter dan Justine Hilleveld, 4-6, 7-6 en 7-6. Haase, de huidige nummer 42 van de wereld. Stond in de afgelopen drie jaar ook al in de finale. Hij won het een K in 2014 en 2015, maar moest de titel volgend jaar verrassend aan Bootik van de Zandschul platen. In 2017 kende Haas een paar positieve ootschieters, met onder meer het bereiken van de halve finales bij het toernooi van Dubai instaat en het Masters-toernooi van Montreal. Hij begon het jaar als mondiale nummer 59. varen Smit, 37, is vijfmaal Nederlands kampioen. Hij pakte de nationale titel voor het eerst in 2002 en was ook in 2008. 2009, 2010 en 2011 de beste. Bij de vrouwen gaat de finale tussen Genewijk en de pas 17-jarige Dainai Cameron.